lastige wedstrijd voor Helmond Sport. En dat wordt het zeker als de spelersbus op weg naar de Adelaarshorst met pech onderweg langs de A50 komt te staan. Toch beginnen we op tijd in Deventer. En is hier de eerste mogelijkheid in de maak. En die is voor de thuisploeg via Joey Suk. De man uit Deventer schiet voorlangs. De Eagles 4 wedstrijden op rij ongeslagen. Maar Helmond Sport is al 5 duels op rij zonder nederlaag. En hier komt het eerste gewapende ploeg uit Brabant. Het is met rechts dit schot van Bram Zwanen. Opnieuw de Eagles. Naar mij. Combinatie daar. Daardoor nu wat ruimte voor een voorzet. Buwalda in de combinatie daar. Kan de bal weer oppikken. Stans. Helmond Sport krijgt die bal maar niet weg. Aaron Nimijn met de voorzet. En daar de kopbal. En die gaat in het doel. 1-0 voor Go Ahead. En de doelpuntenmaker heet Joey Suk. Tegenwoordig meer op een soort nummer 10 positie spelend. Joey Suk. En hier blijkt wel hoe gevaarlijk die dan kan zijn. Suk staat op de juiste plek om deze bal met gevoel nog knap binnen te koppen. En dat is knap voor de ploeg van Jan van Sta. De man die dus vertrekt. Maar hij was 22 jaar geleden trouwens ook al trainer van Go Ahead. Van Sta wordt opgevolgd. Het is bekend door John Stegeman. En daar is ondertussen Jeff Stans weer. En het schot, zeker ook niet onaardig, van Bruno Andrade. Het zou het zijn als hij zou scoren tegen zijn oude ploeg. Want Andrade speelde 3 seizoenen voor Helmond Sport. 1-0 dus de stand halverwege. Weer Stans. Bal naar Nimijn. Die is snel, die is handig, die man rechts voorin, die Engelsman. En dan voert hij hier zijn actie iets te ver door. Zodat uiteindelijk Stijn van Gassel kan ingrijpen. Grote schoonmaak bij Go Ahead volgend seizoen. Er lopen heel veel contracten af. 6 huurlingen. Toen de selectie zal er met Stegeman heel anders uitzien volgend seizoen. Maar wordt dit seizoen nog interessant voor Go Ahead? Dan zou dit schot bijvoorbeeld erin moeten gaan van Andrade opnieuw. 17e plek tot nu toe, teleurstellend seizoen. Maar het mooie van deze competitie is natuurlijk in zo'n do-or-die wedstrijd dat het allemaal nog anders kan worden. En zeker als hier een overtreding wordt gemaakt op Nimijn en de dader Steven Warmolds. Het is even zoeken voor Erwin Blank naar de juiste kaart, maar het wordt rood voor de aanvoerder van Helmond Sport. Want dit wordt beoordeeld als een doorgebroken speler. De vrije trap dan met Stans. Die scoorde zo nog tegen Dordrecht vorige week. Nu mikt hij over. En een man minder. Dan wordt het op papier dus makkelijker voor Go Ahead. Want die hebben een man meer. Maar hier is Jordi Thomassen. En die legt de bal breed. En daar is in de kluts de goal van Virgil Zelderust. Hij is nog maar net in de ploeg. En die wissel, die gewaagde wissel van Roy Hendriksen, wordt beloond met een treffer. Zelderust scoort daar via het been van Dennis Hettinga. En dan is Go Ahead eigenlijk weer terug bij af. De lage voorzet. Daar is een invaller. Werkhoven. En die bal wordt in eerste instantie tegengehouden. Maar daar is 10 minuten voor tijd. Dan toch de 2-1. Die van Werkhoven. 5 minuten in het veld. En hij scoort net zoals die andere invaller. Bij Helmond Sport Zeldenrust. De aanname heeft al veel ruimte hoor, Werkhoven. Van Gassel in eerste instantie nog met de redding. Maar in tweede instantie is het dan toch 2-1. En in de slotfase. Helmond Sport neemt heel veel risico. En leidt hier heel duur balverlies. Want daar wordt Van Gassel omspeeld. Nee, maar de bal komt wel voor de voeten van Givan Werkhoven. En zo wordt het zijn wedstrijd. De invaller scoort 2 keer en bezorgt Go Ahead daarmee de volle winst. En dat is dus ook een uitslag waarmee Go Ahead nog perspectief heeft op het mogelijk meedoen aan de play-offs. Maandag Jong FC Utrecht uit. Opnieuw een vuurproef voor de ploeg van Jan van Staan.